In de 6 grootste Brabantse steden maken kunstenaars portretten van stadgenoten die zij een held vinden. En die moeten in deze lastige tijd een heldenketting vormen door heel Brabant. Het is een project van het Zuidelijk Toneel. In Breda maakt tekenaar Sjoerd Jansen een portret van brandweerman Arjen van Gurp. En dat is voor hem nogal onwennig. Van waar heb ik deze eer? Maar voelt u zichzelf ook een held? Nee. Nee, ik voel me niet een held. Ik snap dat het vak brandweerman, zeg maar, dat zo aanspreekt, dus zeker voor de jongeren onder ons. Maar als zelf zie ik het meer als hulpverlener, zeg maar, voor de bevolking van Breda. De helden in de zorg. De chauffeur van de Bredaarse burgemeester. De beheerder die van Pier 15 een warme thuishaven maakt voor jongeren. En een vrijwilliger die kookt voor daklozen. Ze hebben allemaal één gemeenschappelijke deler. Ja, hun bescheidenheid eigenlijk, vind ik vooral. Omdat ze ja, iets doen voor de medemens, maar er niks voor terugvragen eigenlijk. En ja, dat eigenlijk gewoon vanuit de goedheid van hun hart komt. Ja, ik vind het super gaaf. Ik zei al, ik ben er wel een beetje trots op, zeg maar. Als je jezelf zo ziet staan, dan ja, dat doet toch wel iets met je. Ja. Ik vind het heel leuk. Dan ben je ineens een held. Ja, misschien toch wel, ja.